Je bent op de leeftijd dat je seks gaat hebben of al seks hebt gehad, dat is hartstikke normaal. Ja. Belangrijk is dat je het veilig doet. Ja. Want je kan allerlei ziektes... Wat houdt dat in dan? Want ik ben nu al op nummer 15. Nummer 5, moet je op. Morning Matties, aflevering 10. Deze show duurt veel te lang, maar dat maakt niet uit. Want vandaag valt er 5000 euro te winnen voor de allerbeste vader. Ik heb zoveel vrouwen bijna zwanger gemaakt, dit moet wel goed zijn. Wat zeg je? Let's go! Doe hem erin. Ah, ja, ik kan het al niet binnen. Oh, dit! Blijf van mijn lul af. Oh ja! Als Quinte vandaag wint, heb je officieel het geldbedrag gewonnen. Dan heb je 4 afleveringen gewonnen. Dan ben je de winnaar van dit seizoen. We gaan vandaag kijken wie de allerbeste vader is. Dat doen we in 3 sessies met 3 kinderen, afzonderlijk van elkaar. We hadden helemaal kunnen zeggen dat hier iemand zit die helemaal pedagogie 20 jaar gestudeerd heeft. Maar Marloes kan iets anders heel goed, namelijk het zijn van moeder. Maar gaan we verder ook nog iets doen dat jij moeder bent en wij vader? Wat? Een rollenspel. Wat is dit? Wat is dit voor raar? We beginnen met een kind van 4. Ik ga. Kom gezellig mee, Marloes. Je kunt dit. Ik geloof in je. Hey, succes, hè. Leuk. Ik heb een beetje verdrietig nieuws. Onze hond Max, die is vanochtend overleden. Hij is nu met Joris. Hij is met Mart. Hij is met Wissel. Rare naam voor een hond, maar... En daar zijn ze... Kees is ook vroeger dood. Ja. Als we hier allemaal overheen zijn, gaan we volgende week een nieuwe hond zoeken, ja? Los. Au. Oh. Zo, moet je nog eens? Sterk, joh. Oh. Oh. Ik moet je even iets belangrijks vertellen. Want, Sammy, onze hond, vandaag is die weggegaan. Op vakantie. Maar hij heeft dus gezegd dat hij niet meer terugkomt. Dus hij is voor altijd weg. Nou, Kees is nou naar de hemel in de ster in de lucht. Ja, dus dat is helemaal... En dan zit hij met Kees aan Ja, stemmen. Met al zijn vriendjes. En dan kom je ook Kees tegen onze hond. Ja, Kees. En Sammy, de andere hond. Met Donna van mijn oma. Ja, met Donna. En met Mickey. Mickey, knuffel. Oké, ik ga weer naar beneden, Guy. Ik heb nog iets wat ik eigenlijk met jou wilde spreken. Misschien is het jou opgevallen dat, dat de hond al een tijdje kwijt is. Hij hond is naar de hemel. Ja, soms als dieren, mensen, honden lang en gelukkig leven, dan kan het dat ze verslijten. Je wordt ouder, je kan minder. Dan stop je gewoon met werken, met leven. Guy, ik heb slecht nieuws. Je kent onze hond ook wel, die grote, dat lieve beestje wat je altijd is. Sorry? Ja. Ja, er is iets ergs gebeurd. Oh, ze zijn nou op vakantie. Ik denk niet dat vakantie het juiste woord is. Als je op vakantie gaat, dan kan je nog terugkomen. Maar er is iets heel ergs gebeurd en nu kan hij niet meer terugkomen. Wat dus betekent dat je hem nooit meer gaat zien. En dat is best wel erg. Moet je daar een beetje van huilen? Ja, dat snap ik. Dat is oké. Mijn mama. Mm-hmm. Haar mama. Dat is mijn mama. Maar mijn mama. Die een andere mama. Mama is... Mijn oma is mama's. Maar eerst was iemand anders een mama's, mijn mama. Hey! Kind 1 zit erop, Marloes heeft een oordeel, maar die houdt ze nog even voor zich. Want we gaan verder met kind nummer 2, die is iets ouder. Zal ik gewoon beginnen, jongens? De laatste tijd is misschien opgevallen, maar mama is weg bij mij, omdat ze een ander heeft.
Nee, ik heb het er zelf best wel moeilijk mee. Zij heeft er nu voor gekozen om met iemand anders te gaan. We gaan het gewoon allemaal regelen. Mama en ik zijn nog steeds goed met elkaar. We zorgen er gewoon voor dat jullie mama goed kunnen blijven zien. En mij goed kunnen blijven zien. Maar je stiefvader is echt een klootzak. Dat kan ik je wel vertellen. Maar we zijn toch tot de conclusie gekomen dat we niet meer als duo werken, je moeder en ik. We houden nog steeds superveel van je, Robine. Maar als er wat is, kun je altijd met ons erover praten. Als je er wat van vindt, of als je niet met ons eens bent. Mijn ouders zijn ook uit elkaar gegaan. En daar moest ik ook heel lang over praten met mijn ouders en met andere mensen. Maar we zijn voorlopig in ieder geval niet meer samen. Ik zag het eigenlijk wel aankomen. En mama is een beetje een hoer, maar dat weet jij ook, denk ik. Dus jullie gaan scheiden? Dus we gaan scheiden. En dat wordt een lang proces, een moeilijk proces. Dus dat wordt echt niet makkelijk. En dat zeg ik je nu, zodat je een beetje kan voorbereiden erop. Maar wij zijn er wel voor je. Maar je bent echt niet hard. Oh, nee, je bent Polo! Oh, hoe ging het? Pol. Nee, eigenlijk goed. Het is tijd voor de laatste persoon. Onze 18-jarige zoon. Oh, een man met ontwikkelde hersens. Wish me luck, boys! Nee! Dag, zoon. Hey. Hey. Vader. Kijk je wel eens porno? Ja, wel regelmatig. Ja, je weet hoe het er daaraan toe gaat, hè? Ja, best ruig af en toe. Ja. Ben je al actief? Op de straat wel, maar in bed, ja, dat is ongeveer per dag ongeveer. Ja. Oké, maar ik had het over vrouwen. Vrouwen? Ja. Nou, ik heb het niet zo met vrouwen, man. Oh, dat is toch niet erg? Nee. Dat is toch goed? Dat is toch juist fijn? Oh, pap, ik wist echt niet dat je dit zo zou aanpakken, ja, man. Ja, echt. Toen ik 18 was, toen durfde ik dat niet. Nee, maar dat, kijk, ik heb wel gemerkt in mijn leven. Jij bent best wel gewoon een pussy eigenlijk. Maar wel lief van je dat je probeert te helpen, maar iedereen weet al dat ik homo ben, hoor. Dus, Oh. Ik kan me herinneren dat jij ook ooit kinderen wou. Kan dat niet met twee mannen dan? Jawel, jawel. Maar heb je al een leuke jongen met oog waar je veel mee afspreekt? Ja, Jason. Is het die Jason? Echt een mega lul, jongen. Echt een lul? Ja. Oh, nee, zijn lul. Zijn lul is echt ziek groot, jongen. Maar dat vind je fijn. Oké. Daar word ik wel blij van, ja. Ja, dat zei je moeder ook altijd, maar. Goeie pap. Goeie pap. Ja. Hey, zoon. Fuck up, pap. Alles rustig? Ja, bro. Lekker, man. Ja, man. Je hebt denk ik op school les gehad over veilig rijden. Ik heb me ziek gemeld die lessen. Heb je ziek? Oké, okay, dan gaan we dat expres, omdat je dacht ik ga gewoon. Ja, ik heb scheid aan alles eigenlijk. Oké, daar moet het nog een keer over hebben, want dat vind ik niet een hele goede houding. Maar je bent op de leeftijd dat je seks gaat hebben of al seks hebt gehad, dat is hartstikke normaal. Ja. Belangrijk is dat je het veilig doet. Ja. Want ik kan allerlei ziektes. Wat houdt dat in dan? Want ik ben nu al op nummer 15. Nummer 15, dat is veel. En, nummer 15 wat? Ik heb eigenlijk 15 van verschillende koks, zeg maar. Koks. Wat je nu zegt dat je al met 15 gasten naar bed bent geweest, dat het allemaal onveilig was. Ja, ik heb ook wel soms wel blaasjes bij mijn kruis. Dan moet je gewoon naar de dokter gaan, man. Op het moment dat jij voor de eerstvolgende keer seks hebt, zorg ervoor dat je dat veilig doet. Of jij draagt een condoom, of de ander draagt een condoom. En mocht je verder nog vragen hebben, vraag het aan. Ga vanavond even lekker potje voetbal buiten. Zo. Even de energie eruit. Ja, is goed, eventjes, we gaan niet meer wiet roken. Dat is alleen met papa samen, ja? Ja. Oké, goed zo. Oké. Dank je, pap. Ja, hey. Mannen knuffelen elkaar niet, hè? Nou ja, wat heb je geleerd? Ja, mannen slaan elkaar. Precies. Ik zit ergens mee. Mm-hmm. Dat heeft te maken met mijn mentale gesteldheid, zeg maar. Want ik was laatst naar een psychiater geweest. En dat komt om vorige week maandag. Oké. Mama vertelt? Nee, mama is overleden vorig jaar, weet je nog. Uh-huh. Zelfde psychiater als ik, of niet? Dat weet ik niet. Zit jij bij de heer Enger? Enger, ja. Einer? Ja, Einer. Mijn voetbalteamgenootjes. Uh-huh. Die hebben me eigenlijk helemaal gewoon de put ingetrapt, zeg maar. Meen je niet? Ik kwam dus uit de kast daar ook. En zij is allemaal, homo, bakstenen gooien en zo. En daarom was dus laatst een tand eruit. Ja. Maar je zat voor de grap verstopt in de klerenkast daar of zo, bedoel je? Nee, ik ben echt uit de kast gekomen. What the fuck, joh, hè? Ik vind dat absoluut niet erg dat je op mannen valt. Ja, alleen, makkelijk praten. De manier waarop je dat nu opeens vertelt. Ik dacht dat je dat al wist. Nee, dat wist ik nog maar niet.
Dat heeft me zo geraakt, zeg maar, dat ik dus naar een psychiater ben gegaan, meneer Einert. Maar hij pakt er eigenlijk geen oude touwtje van. Nee, dat weet ik. Ik denk ook nog steeds dat mama er is af en toe. Dus die gozer, daar gaan we niet meer heen, hoor. Mm-hmm. Homoseksualiteit is vrij normaal. Er wordt nog wel veel gediscrimineerd. Op een of andere manier moet je toch daarmee gaan leven dat je niet door iedereen begrepen wordt. Heb je al seksuele ervaring met mannen? Tientallen verschillende koks, zeg maar. Jongen. Heb je al een SOA-test gedaan? Doe je het wel veilig met condooms? Ik weet niet wat een condoom is. Een condoom, dat is een... Jongen, dat weet je wel. Dat weet ik niet. Waarom zou ik daarover liegen, jongen? Gedragen is. Luister, er zijn een aantal middelen om ervoor te zorgen dat je geen ziektes krijgt. Oh, helemaal... Wat voor ziektes? Nou, bijvoorbeeld HIV. HIV, dat is een stadium voor AIDS. En dat is onder de homogemeenschap is dat best... Komt dat regelmatig voor. Ik ben blij dat je homoseksueel bent. Dankjewel, pap. Want vrouwen... Hoofdpijn. Snoen. Educate yourself, hè? Zijn bedrijf de rest van de privacy? Hey, Polly! Ik wil dat jij objectief luistert naar jezelf. Iemand waarvan jij denkt, daar zou ik mijn kind wel door durven laten opvoeden. Vooropgesteld wil ik jullie allemaal wel meegeven dat het me een heel goed idee lijkt als jullie wel nog even wachten met het vaderschap. Allemaal. Ah, oké. Maar dat is goed om te weten. Ja, Nina, als je kijkt. De winnaar van 2020. Beste vader voor mijn kind. Is... Quinten. Ja! Hoe kan dit? Wat? Maar jij was Tantu, hij was Tantu slecht. De officiële winnaar. Ik had liever gehoopt dat het niet zo was, maar het is wel zo. Moneymat in seizoen 1 is gewonnen door Quinten. Jij gaat naar huis met 5000 euro. Yes! Dankjewel voor het kijken. Hier! Quinten heeft 4 afleveringen achter elkaar gewonnen en dat betekent dat hij de 5000 euro officieel mee naar huis mag nemen. Quinten, koop er wat leuks van, geniet ervan, doe wat lekkers. Tot volgende keer.